Hallo, fijn dat jullie nog even gebleven zijn. Als marketeers, mediamensen, reclamemakers, advertentieverkopers zijn we natuurlijk de hele dag aan het nadenken over merken. En wat mensen van onze merken vinden. En dit filmpje is eigenlijk even om jullie weer te helpen herinneren dat normale mensen, dat zijn mensen die niet van reclame houden, dat die helemaal niet zo vaak over merken nadenken. Ze zijn meer bezig met andere mensen. We denken eigenlijk nooit over merken. Daarom zijn de meeste liedjes, films en boeken ook gewoon over andere mensen. Maar mensen denken soms wel aan merken. En dan hebben we als marketeers een heel klein kansje, maar daar moeten we geen bende van maken. Ik weet niet wie van jullie dit kent, maar dit is een hele populaire serie uit de jaren 80. Toen was er nog maar één scherm in de woonkamer, dat was een televisiescherm. En ik vond het als jongetje geweldig om te zien, want ja, dit zijn natuurlijk auto's die achteruit rijden. Dat is natuurlijk heel snel wel één grote puinhoop. En waarom zeg ik dit nou? Of laat ik dit zien? Omdat ik vind, en ik geloof dat we als marketeers precies hetzelfde aan het doen zijn in ons vak. We zijn achteruit aan het racen. En dat is helemaal geen effectieve of efficiënte manier om je te verplaatsen. Het komt omdat we hoorden het net ook al een aantal van die keynotes, ontzettend bezig zijn met verandering. We zijn altijd bezig met hoe we data en technologie in onze hand kunnen zetten om geld te verdienen aan die verandering. Die consument die telkens maar weer anders is in onze beleving. En helaas is het zo dat heel veel van die dingen, technologie en data die we inzetten, heel weinig relatie heeft met ons daadwerkelijk koopgedrag. En het was eigenlijk Bill Birnbach die al tientallen jaren geleden zei, ja, het is ontzettend interessant om te praten over alles wat verandert. Maar als we als marketeers en communicatiemensen effectief willen zijn, dan moeten we juist nadenken over wat er niet verandert. En dat is precies ook wat Jeff Bezos recent nog zei. Ik ben veel meer geïnteresseerd in wat er de komende 10 jaar niet verandert, want daar kan ik mijn business op bouwen. Maar ja, dat doen we zoals ik zei eigenlijk niet. We rijden achteruit. En wat mij betreft is dit een beetje het vooruitzicht. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb in mijn beginjaren als adviseur ook een hoop dingen gedaan waarvan ik zou denken, nou, dat is toch wel een beetje achteruit rijden. Dus ik ben op zoek gegaan naar dingen die wat beter onderbouwing leverden en wat meer bewijs konden leveren voor wat nou wel of niet werkt. En ik kwam erachter dat we ook een andere weg in kunnen slaan. De weg van de wetenschap. En wat wetenschap ons kan leren over koopgedrag en hoe we daarmee beter kunnen verkopen. Sommige mensen vinden wetenschap misschien een beetje achterhaald klinken of niet up-to-date. En terecht kunnen mensen soms vragen, ja, maar wat hebben we nou aan die wetenschappelijke methode? Nou, dat is een bekende wetenschapper die daarop een ontzettend goed antwoord gaf, wat mij betreft. Moet u het wel doen? If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches. Dus misschien mogen wij als marketeers, als industrie, misschien eens wat vaker naar wetenschap kijken, want het lijkt tot te werken. Ik zei, ik ben zelf ook op een zoektocht gegaan naar meer bewijs, maar ja, ik ben helemaal niet alleen. Er zijn een heleboel mensen zoals ik die op zoek gaan naar feiten, onderzoek en bewijs. En het zijn een voorbeeld van een aantal van die mensen die ook hier op het podium hebben gestaan. En mijn idee was om die mensen bij elkaar te brengen en ze uit te dagen om op een korte manier iets te vertellen over wat wetenschap marketeers kan brengen. En dat was het idee achter Eat Your Greens. Marketeers aan succes denken, dan denken we heel vaak aan Apple. Als een fantastisch voorbeeld van een super succesvol bedrijf. Maar ik ben hier om jullie vandaag te vertellen dat de wetenschap iets anders te bieden heeft. Een ander antwoord heeft. Als je graag wil weten wat succes is en wat je als merk succesvol maakt, niet een appel is, maar een banaan. Het zit namelijk zo. Als je kijkt naar ons koopgedrag, dan vinden we daar al ongeveer 60 jaar lang een heel robuust, steeds terugkerend patroon. En de man die dat patroon ontdekte in 1957, toen hij er voor het eerst over schreef,
Je gaf het de juiste statistische naam. En ja, weet je, zoals je kan zien, is het ontzettend moeilijk te onthouden. Heel moeilijk te lezen. En in 1984 heeft hij er nog iets aan toegevoegd. Want hij zag dat het patroon eigenlijk nog beter te beschrijven was. Nou, weet je, het is er niet beter op geworden. En toen dacht ik, kunnen we niet iets bedenken waardoor we het iets makkelijker kunnen onthouden? En toen dacht ik, als je dit zou gaan tekenen, dit patroon, dan krijg je een banaan. Ja. Het patroon vertelt je iets heel belangrijks. Een hele belangrijke les die voor iedereen geldt. Namelijk dat een heleboel mensen eigenlijk een klein beetje doen. En dat er een paar mensen zijn die heel veel doen. En als je op die manier naar koopgedrag gaat kijken. Naar het onveranderlijke aspect van ons koopgedrag. Dan wordt heel veel in marketing een stuk simpeler. En ga je een stuk effectiever zijn. Maar we zien dat patroon eigenlijk niet zo vaak. Patricia had het al eerder over light, medium en heavy buyers. Dat is eigenlijk de manier waarop we over het koopgedrag van onze consumenten praten en er ook over rapporteren. Dus lichte kopers zijn mensen die niet zo vaak kopen. Mediums zijn de mensen die gemiddeld een aantal producten kopen. En de heavy buyers, dat zijn de mensen die heel veel van onze diensten afnemen of producten kopen. Nou, dit is het aankoopgedrag van 2 miljoen mensen. Het is werk wat wij zelf hebben gedaan voor een opdrachtgever over periode van een jaar. Nou, dan ziet dat er ongeveer zo uit. Nou, als je dit zo ziet, dan is het ook ontzettend interessant om vooral oog te hebben voor die heavy buyers, die top 20% van je klanten. Dan moet je kijken hoeveel geld die in het laadje brengen. En die light buyers, die lichte kopers, die mensen die niet zoveel doen, ja dat zijn er wel oké, het zijn er wel een aardig groepje mensen in aantallen, maar ja, ze brengen niet zoveel geld in het laadje. Dus het is ook heel makkelijk om er eigenlijk niet zoveel oog voor te hebben en ze een beetje te vergeten. Maar ik ga je nu precies dezelfde data laten zien, met de aankopen wederom onderin, alleen gewoon fijnmaziger. En dan ga je een heel ander beeld zien. Dan krijg je een heel ander beeld en belang ga je hechten aan loyaliteit. En ga je ook heel anders over die lichte kopers nadenken. Want nu zie je eigenlijk duidelijker hoe afhankelijk je bent van die lichte kopers, in ieder geval dit merk. Zo zeg je, ja, oké, Wiemer, wat is dit dan? Nou, dat is een drankenfabrikant. Oké. Hoe zit dat met premium merken bijvoorbeeld? Verkopen die dan misschien niet aan andere groepen mensen die misschien veel loyaler zijn? Niche merken. Nou, laten we gewoon kijken. Hier heb je onze opdrachtgever, groot merk. Hier heb je een premium merk. Hier heb je een functioneel merk, tomatensap. Misschien verkopen we daar wel een hele specifieke groepen mensen. Zijn die mensen loyaler? En hier heb je kleine merken. Ik hoop dat je ziet. In mijn presentatie voor de rest, voor zolang die nu nog duurt, wil ik je eigenlijk vooral laten kijken naar patronen. Het gaat niet zozeer om de exacte cijfertjes. Dan zie je dat het patroon overal hetzelfde is. Al deze merken, het maakt niet uit hoe je het positioneert, hebben allemaal te maken met hele grote groepen mensen die het merk eigenlijk niet of nauwelijks kopen. 5 keer misschien per jaar. Terwijl de meeste mensen in deze categorie ongeveer 15 keer zo'n product kopen. En hoe zit dat dan over tijd? Want we zijn natuurlijk bezig om merken te bouwen en willen dat mensen vaker en langer bij ons blijven kopen. Nou, hier een mooi voorbeeld van een heel bekend merk. Welk merk is dit? Dove, ja precies. De campagne is eigenlijk al best wel oud. Hele succesvolle campagne geweest en een poging van het merk om natuurlijk mensen vaker te laten kopen. Door normale vrouwen te laten zien. Maar heeft het nut gehad? Heeft het ervoor gezorgd dat mensen misschien loyaler zijn geworden? Nou, Charles Graham, met wie ik Eat Your Greens ook het eerste hoofdstuk schrijf, die heeft toegang gekregen tot hele bijzondere data waarin we het koopgedrag van mensen over 5 jaar hebben kunnen bijhouden. Nou, dus laten we nu eens kijken hoe dat er dan over tijd uitziet. Want Dove wist in die periode van deze campagne met 50% te groeien. Nou, en dit is hoe het eruit ziet. Het is 5 jaar data, dus niet een jaar, wat je net zag. En 84% van de mensen kocht een Dove-product 1 keer per jaar of minder. De meeste mensen 1 keer in 5 jaar. Moet je nagaan, Dove, gigantische campagne, overal te krijgen. 50% van de mensen die deze productcategorie kochten, in dit geval is het deodorant, hebben het product helemaal niet gekocht. Superbekend, populair merk. Veel advertenties, overal verkrijgbaar. De helft van de mensen heeft het gewoon niet gekocht in 5 jaar. Is dat dan alleen voor deodorant of dranken zo? Nou, Charles heeft gekeken naar 40 categorieën en 600 merken en hij vond continu een heel robuust patroon. Onveranderlijk gedrag. Waar we onze business op kunnen bouwen. 45% van de mensen koop je 1 keer, dat is doodnormaal. 3/4 van de mensen koop je 5 keer of minder, dat is allemaal in 5 jaar tijd. En deze mensen genereren wel 40% van je omzet.
Eerste plaatje wat ik liet je zien. Die lichte kopers zijn misschien niet zo interessant. Weet je nog? Ze zijn eigenlijk ontzettend belangrijk. Het zijn niet de enige mensen waar je moet richten, maar ze zijn wel heel belangrijk. Vraag je. Wat is het meest voorkomende aantal producten in een winkelmandje? Ja, iemand zei het goed. 1, inderdaad. Want, banaan. Ja, perfect, goed. Je krijgt een broodrooster. Hoe zit het dan met dienstenbedrijven, Wiemer? Is dat dan helemaal niet heel anders? Want business to business is toch heel erg anders. En het koopgedrag is toch heel anders. En mensen kopen helemaal niet zo vaak. Nee, dat klopt. Nou, laten we nu eens kijken naar een bedrijf, een business to business, een dienstverlener. Het bedrijf zet er 20 miljard om. Dat is best wel wat. 4 jaar data. Nou, laten we eens kijken hoe afhankelijk dit bedrijf is van zijn lichte kopers. Ik heb even de inkomensgroep, of de revenue, de omzetgroepen, in 50 groepjes van 2% gemaakt. Nou, dan zien we dat voor zulke bedrijven het eigenlijk veel extremer is. 97% van de omzet van dit bedrijf, een hele grote dienstverlener, komt gewoon van klanten uit de laagste 2% omzetgroep. Dus voor hun is het eigenlijk nog veel belangrijker, nog veel extremer. En dit is natuurlijk ook de grootste uitdaging in marketing. Hoe gaan we van een 0 naar een 1? En het geldt voor alle merken. Dit is dat onveranderlijke patroon in ons koopgedrag. En ja, marketing is wat dat betreft eigenlijk best wel simpel. Je hebt gewoon grote en kleine bananen. En als je een klein banaantje bent die wil graag een grote banaan worden, dan moet je dus heel veel mensen toevoegen aan je, wat in zo mooi in het Engels heet, customer base. Je moet je customer base laten toenemen, laten groeien. Dat is heel simpel. En dat gebeurt ook, zoals je zag bij Dove. Maar de vorm verandert gewoon niet. Maar helaas zijn we een heleboel dingen aan het doen, ik zei het net in het begin ook al even, waardoor we ons veel te veel richten op één kant van die banaan. Die distributie. Dus veel te veel aan één kant en we maken veel te weinig, leggen veel te weinig die balans. En we hebben veel te weinig oog voor die mensen aan de linkerkant, de lichte kopers. En heel recent, Accenture, groot adviesbureau, had nog een analyse gedaan onder retailers. Dit was een quote uit het rapport. En die zei, jongens, ja, weet je, je kan beter je geld uitgeven aan de bestaande klant, want ja, die ken je en die lui die je niet kent. Nou, wat ons betreft niet zo interessant. Ik vond het op zich interessant. Want ja, we weten toch al een tijdje dat het misschien anders zit. Dus ik ben eens even gaan lezen. En wat ze vonden, wat ze ook beschreven, is dat ze zeiden, ja, die meest winstgevende klanten, die groep klanten, als je die zou vergelijken met de minst winstgevende klanten, dan hebben we het echt over een verschil van 50, factor 50. Dus die meest winstgevende klanten zijn 50 keer meer winstgevend dan die, kleine, dan die laagste groep. Nou, deze mensen, die winstgevende klanten, zei Accenture, moeten ook gewoon retailers nieuwste obsessie worden. En ze zeiden er aan toe, ze voegden er aan toe, natuurlijk, want het is Accenture. En met data en technologie kunnen we die mensen vinden. Oké. Dus ik ben naar die data gaan kijken in het rapport. Iedereen kan het opzoeken. En ik heb de manier waarop ze het weergegeven iets anders weergegeven voor mezelf. En ik zie eigenlijk gewoon een heel bekend patroon. Dus ik denk, hé, wat is raar. Dit is gewoon, ja, dit is gewoon doodnormaal. Maar dit is wat ze iedereen adviseerde. In ieder geval die retailers. Maar deze bananen, zou ik maar zeggen, die groeien niet in het wild. Ja, die groeien alleen in rapporten van management consultants. En dat is eigenlijk ook wat ik samen met mijn collega's, opdrachtgevers, probeer bij te brengen. Dat het allemaal om penetratie gaat. Aantallen klanten. Want dat is waar we geld mee verdienen. En als marketeers moeten we eigenlijk 3 dingen doen. Ervoor zorgen dat mensen weten wie we zijn. Dat het makkelijk is voor die mensen om ons te kopen. In de breedste zin van het woord. En dat wij en onze klanten er nog een beetje waarde aan overhouden. Er zijn allerlei dingen die je kan doen om dat bij te houden, om te beoordelen voor jezelf of je op de goede weg zit. Op al deze onderdelen ga ik je niet meer lastigvallen. Ik ga jullie vandaag alleen als media, reclame en advertentiemensen wat meer vertellen over mentale beschikbaarheid. Want je kan er als marketeer eigenlijk een 3tal dingen doen die je best wel goed kan beheersen. En dat is namelijk werken aan bereik, herkenning en relevantie. Net als over relevantie praten in eerste instantie. Als je het hebt over relevantie, dan hoop je natuurlijk dat zodra mensen zin hebben in iets lekkers, of een snelle laptop, of een veilige auto willen, dat ze ook aan jouw merk denken. Dat is heel simpel. Maar als je daar onderzoek naar doet, dat is onderzoek dat we gedaan hebben bij een dienstverlener, dan moet je eigenlijk zien, even het patroon met name, dat de meeste mensen eigenlijk helemaal niet aan jou denken, als je het hebt over die associaties die relevant zijn. En het wordt nog een beetje lastiger, want als je nog een beetje dieper graaft, dan zie je eigenlijk dat de meeste van de associaties die dan nog wel gegeven worden, vooral komen van je bestaande klanten.
Of mensen die klant bij je zijn geweest. Maar je wil graag die non-buyers, die mensen die nog geen klant bij je zijn geweest, die wil je graag toevoegen aan je klantenbestand. Maar die mensen die associeer je eigenlijk niet met de dingen die je ertoe doen. En ja, eigenlijk komt het wel een beetje hierop neer. Dat ja, zelfs voor je eigen klanten geldt, dat je in de meeste gevallen eigenlijk helemaal nooit overwogen wordt. Zelfs niet als je een heel erg groot merk bent. Want mensen kennen natuurlijk niet alleen maar jouw merk, maar ook andere merken. Dus je bent ook continu aan het concurreren met die andere merken, waarvan ze ook een klein beetje weten. Nou, we denken dat we met data en technologie onze relevantie ook kunnen verhogen. Dat is eigenlijk een andere definitie van relevantie. We denken dat als we maar gewoon meer data hebben over die mensen, dat we beter in staat kunnen zijn om die boodschap op het juiste moment bij de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Ook. Peter sprak daar net even over. Over data. Dat gaat ons allemaal helpen. De grote oplossing. Personalisatie. Maar zeker als je kijkt in een online omgeving, dan vind ik het altijd wel interessant dat ik gewoon advertenties krijg voor het shirt dat ik net gekocht heb. Of ja, aanbiedingen krijg voor de vakantie waar ik eigenlijk net van terugkom. Of ja, het boek wat je net hebt uitgegeven. En ik heb bij deze mensen ook een boek gekocht, hè, dus ze wisten het ook. Maar waar we misschien een beetje kunnen lachen om wat er in de online wereld gebeurt, gaat misschien potentieel ook overwaaien naar de televisiewereld. Want je hoort het net de verhalen ook al over targeting, segmentatie. Want we zijn met z'n allen best wel enthousiast aan het worden over al die ontwikkelingen die addressable TV, dat is een ander woord voor targeting, kunnen bieden. Namelijk minder waste. Waste is, dat willen we niet. We willen juist de mensen die nu geïnteresseerd zijn, die willen kunnen bereiken. Want dat gaat leiden tot meer conversie, tot meer verkopen. Maar dan is het misschien wel even handig om even te begrijpen hoe dat algoritme werkt. En hoe gaan we dan bepalen wie er nu in de markt is? Even los van het feit of je die data goed kan verzamelen en hoe goed en betrouwbaar die data is. Maar in essentie werkt het algoritme eigenlijk zo. We gaan bepalen wie er waarschijnlijk gaat kopen. Want de kans is dat iemand converteert. En dan kunnen we misschien zeggen van, nou, weet je wat, die mensen die hebben 5% kans om te converteren. En ja, we vinden daar ook nog mensen die maar 0,5% kans hebben om te converteren. Nou, als jouw baas je uitdaagt om het geld wat je hebt zo verstandig mogelijk uit te geven, dan is natuurlijk die groep die 5% kans op de conversie ontzettend interessant. De kans is gewoon 10 keer zo groot. Maar laten we nou weer even teruggaan naar die banaan. Weet je nog? Links. Kopen niet zo vaak. 1 keer in de 5 jaar misschien. Mensen aan de rechterkant, ja, die hebben een hoge kans op conversie. Er zijn heel veel mensen die af en toe eens een keertje gekocht hebben of nog nooit bij gekocht hebben aan de linkerkant. En aan de rechterkant zijn mensen die redelijk vaak kopen. En misschien wel recent bij je langs zijn geweest. Maar het zijn de mensen aan de linkerkant waar juist veel van onze inspanningen, als je het hebt over adverteren, naartoe moeten gaan. Die mensen moeten blijven herinneren dat we er zijn. Ze denken niet zo vaak over jou na. En dit is natuurlijk het grote debat wat we momenteel hebben in marketingland. Dat het allemaal wel heel erg slim lijkt op de korte termijn, wat je doet. Het lijkt heel efficiënt, maar het is niet effectief. En dat komt door het onveranderlijke patroon in ons koopgedrag. Dat is nou iets wat niet verandert. Maar we zijn veel te veel als we niet uitkijken met targeting. Als we echt goed gaan worden in targeting. Met aandacht geven aan de rechterkant van die banaan. En het een beetje veronachtzamen van die mensen die aan de linkerkant zitten. Want het duurt even voordat die mensen gaan kopen. En Peter Field heeft nog een mooie vergelijking met vuurwerk. Ook een type campagnes die we momenteel ontwikkelen. Het is allemaal een leuk, mooi spektakel. Maar het laat eigenlijk best wel een beperkte, blijvende indruk achter in onze hoofden. En dat is eigenlijk ook precies wat Peter Field en Les Burnett hebben gezien. Als we gewoon kijken naar de bedrijven die gebruik maken van real-time marketing en big data. En met name op de lange termijn zien ze dat de bedrijven die daar geen gebruik van maken, die dus eigenlijk gewoon niet zo bezig zijn met segmenteren en targeten, dat die veel meer groei realiseren. Want je moet ontzettend veel mensen bereiken. Dat is ook waarom massamedia zo ontzettend krachtig zijn. Die zijn gewoon in staat om ontzettend veel mensen te bereiken. En vroeger hadden we misschien nog wel aardig wat geld om uit te geven aan media, working media. Het geld dat je kon uitgeven aan het bereiken van die mensen. Je betaalde wat mensen voor administratie en de productie. Maar we krijgen natuurlijk nu allemaal nieuwe kanalen erbij die we ook allemaal zelf moeten gaan beheren. En ja, dan moeten we geld betalen aan tech fees en administratie, de implementatie ervan. We moeten interne mensen betalen, opleiden.
En er zijn ook nog wat mensen daarbuiten. Dus er blijft steeds minder geld over om mensen te bereiken, tot het nou juist zo belangrijk is. Natuurlijk, kanalen, we kunnen vaak niet meer met één kanaal mensen bereiken. We hebben meerdere kanalen nodig, er zijn gewoon meer media. Het is moeilijker om mensen te bereiken. Dus we zijn altijd bezig natuurlijk om dat bereik net een klein beetje te verbeteren. Maar tegen welke kosten? Want heel vaak van die kanalen, eigen kanalen, waarmee we een klein beetje extra bereik kunnen realiseren, zijn soms enorme kosten gemoeid. En dan moet ik echt afvragen of dat het wel waard is. Sommige bedrijven zoals Procter & Gamble, die zijn zich ook gaan realiseren dat dat targeten misschien niet zo verstandig was. En zijn ook meer geld gaan uitgeven aan massamedia. Waaronder radio. En zijn gewoon weer gaan groeien. Ze vonden dat ze te veel waren doorgeschoten in het targeten. Want dit is eigenlijk Super Bowl. Een mooi voorbeeld van een massamedium. En de mensen die je ermee bereikt. Nou, banaan. Helemaal top. Dit is wie je met Facebook bereikt. Niks mis mee. Maar je bent wel een heel specifieke groep mensen aan het bereiken. En er wordt gezegd dat tv dood is. Nou, dit is, ik weet niet hoe bekend jullie zijn, maar dit is het laatste rapport Mediatijd. Waar de cijfers tot met 2018 ook in zitten. Als ik een spelletje zou doen, zoek de grootste, dan is het eigenlijk niet zo'n moeilijk spelletje. Tom zei net nog, van, we zien zelfs die kijktijd nu weer gewoon een beetje afvlakken. Of zoals licht stijgen onder doelgroepen. Nou, fantastisch. TV is nog een waanzinnig goed medium om heel veel mensen te bereiken. En heel veel van het kijken doen we gewoon nog achter een televisiescherm. We hebben het altijd over jongeren dat die moeilijk te bereiken zijn, dat ze geen tv meer kijken. Nou, ze kijken misschien wel meer video op andere middelen, media. Maar het is nog steeds waanzinnig veel op tv. En ik moet misschien nog even niet vergeten dat de groep 35+, ik heb er maar even twee groepen van gemaakt, die groep 35+ is wel 60% van de Nederlandse bevolking. En die mensen kopen ook allemaal. Karen Nelson Field heeft een mooi onderzoek gedaan. Hij heeft gewoon gezegd, laten we nou eens even gewoon dezelfde uiting in verschillende kanalen toetsen. Eens kijken wat voor effect dat dan sorteert op de verkoop. En dan zie je hier het effect, verkoopeffect per kanaal, dezelfde type uiting, in vergelijking met de groep mensen die advertentie niet hadden gezien. Dus tv realiseert 44% meer verkopen in vergelijking met de controlegroep. En YouTube en Facebook zitten daar eigenlijk niet zo heel erg ver vanaf. Maar hier is de bonus van tv. Er is ook gekeken hoe lang dat effect op sales, op verkopen, nog doorging. En bij voor tv gold dat je nog 100 dagen effect zag. Facebook, YouTube, na 7, 8 dagen is het afgelopen. Andrew Ehrenberg had het er al 20 jaar geleden over marketing als creative publicity. En we hebben ook al wat voorbeelden gaan zien van hoe hier pogingen worden gedaan om eigenlijk met content op een creatieve manier met merken te gaan samenwerken. Maar als marketeer moet je denk ik ook gewoon nadenken, hoe kan ik die lichte kopers op een manier gaan bereiken dat ze het onthouden, dat ze het zien, dat ze het herinneren. En wat we eigenlijk zien is dat heel veel van de campagnes die we nu ontwikkelen, allemaal campagnes zijn die eigenlijk een beetje korte termijn stuntjes. Maar het is juist heel erg belangrijk om campagnes en ideeën te ontwikkelen waarmee we heel lang vooruit kunnen. Dus hoe kunnen we een campagne of een idee ontwikkelen waarvan we weten, nou, daarbinnen is nog heel veel ruimte en mogelijkheid om daarin te gaan variëren. Maar hoe kunnen we daarmee wel een bepaalde mate van consistentie gewoon over de jaren heen vasthouden? Want ik liet het net zien, heel veel mensen kopen maar 1 keer in de 5 jaar. En die mensen moet je gewoon helpen. Dus hoe gaan we creativiteit inzetten om ervoor te zorgen dat juist wel die lichte kopers ons ook blijven onthouden? En heel veel dingen die we doen, nieuwe dingen die we ontwikkelen, zijn eigenlijk helemaal niet zo effectief, omdat ze in veel gevallen eigenlijk juist niet herkenbaar meer zijn. Dus dit is een heel bekend voorbeeld. Kennen jullie dit voorbeeld van Tropicana? Nee? Dan het bedrijf zijn verpakking vernieuwd, aangepast. Iets nieuws gedaan. Ze dachten dat ze relevanter waren, meer bij de tijd. Dus een modernere verpakking. Maar het is een grapje wat ze wel 33 miljoen in 6 weken kosten. Omdat gewoon die lichte kopers dachten, waar is dat pak met die sinaasappel? Kijk, die mensen die het elke dag drinken, die zien dat wel. Die hebben dat wel door. Die zien die advertenties ook. Maar als je het maar 1 keer in de 3 jaar koopt, dan ben je lost. Ja, welk merk is dit? Ja, Magnum. Heel goed. Nou, ik ben bijna klaar. We gaan straks naar buiten. Het regent natuurlijk. En je denkt, oh, ik heb eigenlijk wel zin in iets lekkers. Relevant is de EP. En vlak voordat je in je auto stapt, dan zie je dit.
Alleen marketeers kijken rechtsboven en zien dat het een advertentie voor Haagen-Dazs was. Dat is gewoon reclame maken voor je concurrent. Herkenbare merkelementen die je niet goed inzet. Je zou denken dat deze mensen die heel veel geld uitgeven aan zichtbaarheid en bereik, dat deze twee mensen goed gekoppeld zouden worden aan het merk. Want welk merk is dit? Allianz. Ja, precies, daar zijn ze nu naar over aan het gaan, ja. Maar minder dan de helft van de Nederlandse bevolking weet bij welk merk deze twee jongens horen. Marketeers weten het wel, de meeste mensen niet. Omdat, zoals Bobby McFerrin het al zei, we denken niet zo vaak over merken. En ik denk dat als marketeers, of als netwerken, mensen die content moeten maken, wat vaker terugdenken aan die banaan. En de uitdaging die er ligt om te werken aan bereik, herkenning en... Nou, je moet er nog maar even terugkijken wat de derde was, hè? Dat we een stuk effectiever zullen zijn. Nou, even één voorbeeld aan jullie om te beoordelen hoe goed dat lukt. In dit geval. Lily is een hele goede vriendin. Die doet alles voor iedereen. Ze is actief binnen VVN. Ze organiseert de vrijvaardigheidsritten voor ouderen. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Ze heeft het hart op de goede plek zitten. En ze wil haar verrassen met iets speciaals. Van mensen die aandacht hebben voor de wereld om hen heen. Ze willen haar in het zonnetje zetten en daarbij is ze groot fan van politie-series. Was heel verrast. Ja, ik was ook wel verrast, want voor welk merk was dit? Het was inderdaad voor een vleeswarenfabrikant. 41 seconden hebben we zitten kijken naar iets wat, wat mij betreft niet zo heel veel over vleeswaren ging. En het was inderdaad voor een vleeswarenfabrikant. Ik zal niet zeggen welke. Maar, je geeft toe, we hebben allemaal wel eens in onze carrière iets gedaan wat een beetje hierop leek. Een beetje op achteruit rijden leek. En ik hoop dat jullie hebben gezien dat het niet per se hoeft als we wat meer naar wetenschap gaan kijken. En die lessen die wetenschap heeft en ons geeft. En ervoor zorgt dat we niet alleen maar in zijn achteruit rijden, maar eigenlijk gewoon alle versnellingen in onze versnellingsbak gebruiken. Dankjewel en goede reis.